Didn't even really wanna go, but if you hit me, I do get a show. And there's so many bodies on the floor, so maybe we should go and add some more. Are you down, diddy down, diddy down, diddy down, down, down? Down, diddy down, diddy down, diddy down, down, down. Now isn't the time to play it safe. It started as a quiet Friday night, and I don't really think that we should fight this. Why don't we just stop until it's late? Are you down, diddy down, diddy down, diddy down, down, down? Down, diddy down, diddy down, diddy down, down, down. Down, down. Down, down. And are you down, 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 down, down? To the riptide, taking the way to the dark side. I wanna be your left hand man. I love you when you're singing that song, and I got a lump in my throat, guns. You're gonna sing the words from. Oh baby, running down to the riptide, taking the way to the dark side. I wanna be your left hand man. That song, and I got a lump in my throat, guys. You're gonna sing the words.
daar even staan. En deze, nou ja, Timothy de Best. Dus ja, welke is nou de beste, dat zou ik zeggen. Nou, dit is Timothy de Best. Ja, sorry Kion. En hij heeft iets heel grappigs gemaakt. Wil je hem even aan Roman ook laten zien? Dan ziet hij het ook. Maar echt ingelijst. Hij heeft ook een lijst erbij gemaakt. Dus dit is een soort robot. Ziet u het? Maar in een kader. En... Ja. Hij doet een knopje en hij is volledig voorgeprogrammeerd. Dus ik hoef eigenlijk alleen maar te praten. En ik hoef geen afstandsbediening in mijn handen te houden. Het is wel relaxed als ik met jullie in gesprek ben. Dus hij werkt met een voorgemaakte printplaat waar je dan je software in stopt. En die heet Arduino. Kan je kopen op het internet. Het werkt fantastisch. Daarnaast gebruik je je breadboard, je broodplankje. Daar zet je dan stroom op. Of via je Arduino of achter of met je powerbank. Dan moet je dan al je draadjes inplukken. Alle draadjes in de Arduino en dan naar alle servo's, alle motortjes. En dan een hele kleine schattige servo's die zien al jouw werk. Ik had hem als eerst gemaakt met filodriek. Dat houdt in dat je dat dan met olie of met water doet. Dat is vrij sterk. Ja. Maar dit en? Ik had natuurlijk de kartonnen versie gemaakt. Ik heb geen foto meegenomen, pardon. Die had ik gemaakt en toen kwam en toen wou ik eigenlijk hier aan beginnen. Maar toen zei mijn directeur, zei Kai, ik heb nog een projectje voor jou. Dus we hebben binnenkort open dag. En die open dag, daar hebben we nog deze voor nodig. Want we hebben hem wel in metaal, maar we willen hem ook graag in 3D-print hebben. Dat vond ik heel leuk, want ik mocht dus dit maken na school, tijdens school. Een beetje knutselen, een beetje doen. En dat is wat ik heel erg leuk vind. Dus laten we hem even demonstreren. Ja, en wat ik ook... Oh ja, daar gaat hij al. Maar jouw zus vindt hem niet zo aardig, hè? Nee. Dus die wilde geen naam ervoor verzinnen. Dus dat heeft mijn directeur gedaan, dus die heeft hem Corebot genoemd. Ja, je moet ergens beginnen. Maar het leuke van deze robot is, daarom is het ook een robot. Als hij een muur tegenkomt, dan loopt hij achteruit en dan loopt hij de andere kant op. That sounds pretty good. Black leather boots, spit shine so bright. They cut off my hair, but it looked alright. We marched and we sang. We all became friends as we learned how to fight. Black eyes.
Stars all
Two.